Welkom allemaal op de webinar van Pallas, live uit Studio Petten op de Energy and Health Campus. Mijn naam is Sanna van Balen en ik ben de host voor vandaag. Nu in het programma zullen we het hebben over de ontwikkelingen en de architectuur van de nieuwe Pallas-reactor en de bijbehorende gebouwen. De directie zal ingaan op de laatste stand van zaken en een blik naar de toekomst werpen. Ook het aspect veiligheid zal naar voren komen. En de architect zal uitleg geven over het ontwerp van de toekomstige gebouwen. Voor hen die moeite hebben met de Nederlandse taal, zal deze webinar volgende week ook uitgezonden worden of online komen met Engelse ondertiteling. Nu, tijdens het programma hebben jullie de kans om vragen te stellen via de vragenbox. Nu, als jullie vragen niet beantwoord zijn tijdens deze sessie, dan zal Pallas de vragen nadien nog beantwoorden. Mijn sidekick Hans zal jullie vragen doorspelen naar onze tafel. En graag introduceer ik dan Hans. Hey, goedenavond Sanna, goedenavond kijkers. Ja, hier Hans, klaar om al jullie vragen en uw vragen te beantwoorden. Dus wij zijn erg benieuwd wat er vanavond binnen gaat komen. Ja, ik ben ook heel benieuwd. Nu, voordat ik mijn eerste gast introduceer, neem ik jullie graag mee naar het Utrechts Medisch Centrum. Want daar worden patiënten behandeld met producten die gemaakt zijn van medische isotopen uit de reactor. Hoewel we er wellicht niet vaak bij stilstaan, is er een grote kans dat we allemaal wel iemand kennen die behandeld of onderzocht is met radioactieve stoffen op de nucleaire afdeling van een ziekenhuis. Per dag krijgen 30.000 patiënten een behandeling met radiofarmaceutische producten die in petten zijn bestraald. Bijvoorbeeld voor de diagnose of behandeling van hart- en vaatziekten of kanker. Dat aantal zal naar verwachting alleen nog maar toenemen, zegt Marnix Lam, hoofd nucleaire geneeskunde bij UMC Utrecht. Voorbeelden van nucleaire therapie, bijvoorbeeld de behandeling van prostaatkanker. Er is de afgelopen jaren ongelooflijk veel vooruitgang ingeboekt. En wat we zien bijvoorbeeld met de behandeling van prostaatkanker is lutetium 177 PSMA. Dat is een mond vol, een nieuw geneesmiddel wat dus gebruik maakt van radioactiviteit, het lutetium 177. Het PSMA zorgt dat het op de goede plek komt bij de prostaatkankercellen. En de straling zorgt ervoor dat de prostaatkankercel doodgestraald wordt. Het grote voordeel daarvan is dat het niet alleen effectief is, maar dat het ook met name heel weinig bijwerkingen geeft. Dit jaar verwachten we dat de resultaten van groot internationaal onderzoek beschikbaar komen. En we verwachten daar op basis van onze eigen resultaten een positieve uitkomst. En als dat het geval is, dan zal dit een reguliere behandeling worden, ook in Nederland. En zullen duizenden patiënten met prostaatkanker behandeld worden met radioactieve geneesmiddelen. Dat betekent een enorme volumetoename, maar dat betekent ook weer dat de levering van die radioactiviteit, van dat lutetium 177, wat onder andere in de Pallas-reactor gemaakt kan worden, dat dat cruciaal is. Die levering, zonder die levering kunnen we die geneesmiddelen simpelweg niet maken en kunnen patiënten niet behandeld worden. Het grootste deel van de medische isotopen die medici jaarlijks wereldwijd gebruiken, wordt in 6 reactoren geproduceerd. Binnen 15 jaar zal 75% van de productiefaciliteit vervangen moeten worden, aangezien 5 van deze reactoren, waaronder de hoge fluxreactor in Petten, ouder zijn dan 45 jaar. Om een mondiaal probleem in de voorziening van medische isotopen te voorkomen, heeft Nederland besloten om de reactor op de Energy and Health Campus te vervangen. Een goede zaak, vindt de heer Lam. Dus het gebruik van beeldvorming neemt ook enorm toe. En daarnaast therapie. De nucleaire therapie groeit ongelooflijk hard. Maar zowel voor diagnostiek als therapie gebruiken we isotopen, radioactief materiaal. En dat radioactieve materiaal dat komt uit een reactor. Dus we zijn afhankelijk voor de levering van de isotopen van een reactor. En het is ongelooflijk belangrijk, met name voor kankerpatiënten, dat die levering ook in stand blijft en ook gegarandeerd is voor de komende decennia. Nederland is nu marktleider als het gaat om de bestraling van grondstoffen die nodig zijn voor nucleaire geneeskunde. En Nederland kan in deze kopgroep blijven en het verschil maken. Omdat nucleaire geneeskunde in Nederland op een hoog niveau uitgevoerd wordt, we lopen wereldwijd echt voorop. Dat komt omdat het hoogwaardige technologie is, complexe zorg. En de Nederlandse infrastructuur is daar eigenlijk uitermate geschikt voor. En hoogwaardige technologie, zoals die in een reactor waar medische isotopen geproduceerd worden, past enorm goed in de Nederlandse infrastructuur waarin we juist graag dit soort hoogwaardige technologie behouden.
Bij mij aan tafel zit directeur van Pallas, Herman van der Lucht. Welkom. Ja. Nu, meneer Lam zei in het filmpje dat een reactor nodig is voor de diagnose en de behandeling van patiënten. Ja. En de toekomst daarin is veelbelovend. Ja. Wat is dan de rol van NRG Pallas? NRG Pallas zijn eigenlijk de grootste wereldwijde producent van een halffabrikaat voor de farmaceutische bedrijven die er een medicijn van maken of een diagnostisch product van maken. En wij leveren dus de medische isotopen en wij willen eigenlijk nu en ook in de toekomst die zekerheid van levering garanderen. En daarom gaan we ook de nieuwe reactor bouwen, omdat de oude reactor uitgezet moet worden vanwege zijn levensduur op termijn. En eerste taak is eigenlijk zorg voor die leveringszekerheid op de lange termijn van de bestaande isotopen. Een tweede rol die wij invullen steeds meer is om niet alleen het bestraalde product in de reactor te produceren, maar ook de eerste stappen van de nabehandeling van het product, zodat de farmaceutische industrie het kan gebruiken, hier op locatie in petten te doen. En daarom bouwen we ook het zogenaamde Nuclear Health Center als een van de gebouwen. Dat is eigenlijk om in de keten ietsje op te schuiven richting de farmaceutische industrie. En dat is omdat zij het ons vragen dat voor hen te doen. Een derde rol eigenlijk die we invullen is op het terrein van onderzoek. Dus met mensen zoals professor Lam werken we ook samen in onderzoeksprojecten. Die laten zien dat er nieuwe toepassingen zijn van isotopen voor medisch gebruik. En daar moeten we gespecialiseerde hoeveelheden voor leveren. Met name NRG is heel actief al op dat terrein om zijn netwerk naar de medici uit te breiden in Nederland en daarbuiten. En als laatste, omdat we in dit veld werkzaam zijn, weten we veel van nucleair technologisch werk, onderzoek, kennis en kunde. En die zetten we ook in voor andere toepassingen dan medische toepassingen, zoals voor de energiesector. Voor kernenergietoepassingen op termijn of voor veiligheidsconcepten in de kernenergiesector. Dus dat zijn eigenlijk de vier rollen zeg maar, die we als Pallas en NRG invullen. En de reactor ja, die moet eigenlijk het mogelijk maken dat we dat ook op de lange termijn blijven doen. Dat is de rol die wij invullen. Het klinkt heel ambitieus. Ja, we doen veel dingen. Ja. Maar in de media zien we ondertussen wel berichten verschijnen die zich afvragen of de reactor er eigenlijk wel komt. Ja. De risico's gaan omhoog, de bouw duurt langer. Ja. Kunt u dit toelichten? Ja. Een project zoals wij dat doen om de Pallas-reactor te vervangen kent een traject wel van zo'n 15 jaar. Van eerste ideeën totdat het klaar is en gerealiseerd is. En in dat traject van die 15 jaar zitten allerlei fases. En bij elke faseovergang kijken we naar in feite opnieuw naar de risico's van het project. Hoe ver zijn we met het ontwerp? Welke risico's hebben we voldoende aangepakt zeg maar, om die te verkleinen? En een van die aspecten die we bij zo'n faseovergang kijken is opnieuw naar, oké, als nu dit ontwerp gemaakt wordt, hoe lang duurt het dan om dit ontwerp te realiseren? En ook wat kost het om het te realiseren? En dat ontwikkelt zich dus over de tijd heen, zal ik maar zeggen, bij de verschillende fases. Dus als we steeds meer weten, steeds meer ontwerpzekerheden weten te krijgen, dan weet je ook meer en dan neemt eigenlijk je risico af, zal ik maar zeggen. De onzekerheid over wat het gaat kosten en hoe lang het gaat duren. Dus in het begin heb je veel onzekerheid over wat het precies kost en hoe lang het duurt en hoe verder je komt, hoe zekerder je dat weet. Dat is eigenlijk het traject waar we in zitten. We hebben de tweede ontwerpfase nu bijna afgerond. En dat is eigenlijk het werk wat je nodig hebt om alle vergunningen aan te vragen. Dus dat zijn we echt ver gevorderd. Dat is ook wat we vandaag zien en laten zien. En dat is een goed moment om nog eens goed te kijken naar hoe lang duurt het, wat gaat het kosten en allerlei andere facetten die op risicogebied gedaan moeten worden. Dus heel praktisch, wanneer kunnen wij die eerste paal in de grond verwachten? Wij verwachten eind dit jaar, begin volgend jaar de vergunning van de autoriteiten om te bouwen. Die zegt dan in feite de faciliteiten die jullie voorstellen te bouwen, die zullen veilig zijn als ze operationeel zijn, als jullie doen wat jullie zeggen. En we kunnen het ook veilig realiseren op deze locatie. En dat zou betekenen dat we begin volgend jaar zouden kunnen beginnen met de bouw. Maar dit jaar zijn we dus al bezig met de voorbereiding van de bouw. Dus op de locatie waar de gebouwen gebouwd worden,
vinden al werkzaamheden plaats om oude gebouwen te ontmantelen, om de infrastructuur aan te passen. Dit jaar zullen daar de hekwerken geplaatst worden die het terrein moeten afbakenen. Nou, een heleboel andere dingen, dat doen we dit jaar al, in de verwachting dat we volgend jaar kunnen starten met de bouw van de reactor. En die bouwfase duurt ongeveer? De huidige verwachting is dat de bouwfase een jaar of 5 zal duren. Dus dan komen we in eind 2026, begin 2027. En dan zal er nog een periode van een jaar of 3, misschien 4, dat hebben we nog niet helemaal in detail gepland. Overlap zijn met de bestaande reactor. Dus dan zullen er 2 reactoren operationeel zijn. Dat is de fase waarin we de reactor volledig in bedrijf zullen nemen. En ook klanten van de ene reactor naar de andere reactor zullen overplaatsen. Dat vergt ook weer veel testen en aantonen dat we de goede producten leveren. Het gaat uiteindelijk wel om producten die voor medicijnen worden gebruikt. En dat zou kunnen betekenen dat eind van dit decennium, dus eind jaren 2030, de huidige reactor uitgezet kan worden. Oké. Nu heb ik begrepen dat er ook veelbelovende alternatieve methoden zijn van productie. Ja. Shine, Lighthouse. Ik heb gehoord dat Shine zich wil vestigen in Groningen. Ja. Is de Pallas reactor dan eigenlijk wel nodig? Ja. Die alternatieve technologieën die richten zich voornamelijk op de productie van één specifiek isotoop, wat hier in Petten wordt geproduceerd, wat hier veel wordt gemaakt. Het product dat heet molybdeen. En die ontwikkelingen die komen eigenlijk voornamelijk uit de Verenigde Staten. En Lighthouse is dan een Europese ontwikkeling, zoals een Nederlandse ontwikkeling, initieel. En die richten zich dus op dat veel gevraagde molybdeen wat voor diagnostiek gebruikt wordt. De productiecapaciteiten voor molybdeen nu in die 5-6 reactoren die er zijn, daarvan is het overgrote deel even oud of dezelfde leeftijdscategorie als de huidige reactor in Petten. Met 1 uitzondering, dat is de Australische reactor, helemaal aan de andere kant van de wereld. En er moet dus geïnvesteerd worden in nieuwe productiecapaciteit voor molybdeen. Nou, Pallas doet dat met de Pallas reactor. En er zijn alternatieve technologieën die dat proberen te doen op een alternatieve manier. Ik zie dat als noodzakelijk. Het moet gebeuren dat er meerdere aanbieders komen, omdat er anders geen leveringszekerheid kan worden geboden. Maar ook zij zullen, omdat het een nieuwe technologie is, nog een lang traject doorlopen voordat ze, zeg maar, op een stabiele manier dat product kunnen maken en hun klantenbasis ontwikkelen. Dus ik zie het als een welkome aanvulling. En eigenlijk ook als een noodzakelijke aanvulling op wat gedaan wordt. Pallas levert naast dat molybdeen ook andere isotopen. Lutetium, zoals net even langskwam in het filmpje van professor Lam, is daar een voorbeeld van. NRG doet dat nu ook al met de HFR. Daar zijn geen alternatieve productiemethodes voor in ontwikkeling. Dus dat is echt een product wat uit reactoren moet komen. En dat is dus ook een deel van onze verwachting dat er dus naast molybdeen zal Pallas ook een aantal andere isotopen produceren die een medische toepassing hebben. Oké, dank u wel voor deze toelichting. Nu kan ik geloven dat er al vragen zijn vanuit onze kijkers. Hans, heb je al vragen binnengekregen? Ja, Sanna, inderdaad. We hebben vanavond een geïnteresseerd publiek. Er komen meerdere vragen binnen. Maar laten we in het blokje kijken of we een eerste serie vragen kunnen beantwoorden. Die eerste vraag direct voor Herman is de vraag over kernenergie. In hoeverre gaat deze reactor ook kernenergie leveren? Nee, deze reactor gaat geen kernenergie leveren. Dat is echt een heel ander apparaat wat je dan zou moeten maken. Typisch onder hoge druk, hoge temperaturen en dat soort zaken. Dat is dit allemaal niet. Het is eigenlijk een hele kleine reactor in de zin van dat er een kern in zit waar neutronen geproduceerd worden. En die neutronen gebruiken we om het werk te doen, zal ik maar zeggen. En bij kernenergiecentrales heb je echt een hele grote hoeveelheid neutronen nodig. Wij eigenlijk een heel klein beetje, om het even zo te zeggen, ten opzichte van een kerncentrale. En wij hebben niet de faciliteiten om dus, laten we zeggen, hoge druk, hoge temperatuur, stoom, waarmee dan generatoren worden aangegeven. Dat doen wij allemaal niet. Dat willen we ook niet, want het maakt het veel complexer ook om de faciliteit te maken. En een ander groot verschil wat ik vaak aangeef is dat een kernreactor die wil je eigenlijk aanzetten en dan wil je gewoon, zolang die aanstaat, wil je er eigenlijk niet al te veel bij. Dat moet gewoon stabiel, continu draaien. De reactor die wij bouwen
ja, daar moet je eigenlijk continu in en bij kunnen, omdat je er producten in wilt laten bestralen en weer uit wil halen. Dat zijn dagelijkse handelingen, zeg maar. Dus je hebt een heel ander concept voor hoe je bij de kern komt en hoe je erbij kunt. Dus nee, wij maken geen energie. Het is echt een totale andere technologie eigenlijk. Maar in de kern gebruiken we vergelijkbare brandstof, zou je kunnen zeggen. Oké. Okay. Een tweede vraag, Hans? Ja, zeker. Die gaat over het openstellen van het terrein. Er zijn meerdere inwoners of omwonenden geïnteresseerd in de vraag in hoeverre men straks het terrein op kan. Ja. Het is een deel van de ambitie van de bewoners hier op het terrein, van de gebruikers van het terrein, om het terrein gedeeltelijk open te stellen op termijn. En wij houden met het ontwerp van de nieuwe faciliteiten die op een deel van de campus staan rekening met het feit dat dat op termijn zou kunnen gebeuren. Ja, dus vanuit ons geredeneerd is het op de termijn dus niet langer nodig om het hele terrein gesloten te houden. Het zal altijd zo blijven dat ook de nucleaire faciliteiten, daar kan niet iedereen in. Ja, dat is afgeschermd. Dat is gewoon vanuit de wet en regelgeving noodzakelijk dat we dat afschermen. Maar het zal een kleiner deel kunnen zijn dan wat nu op de site gebeurt. Maar wij zijn niet de enige bewoner. Dus daar moeten we echt met de andere bewoners ook goed over spreken hoe dat kan. Maar de grote gemene deler is wel een beetje dat we zouden willen dat de site verder open gaat. En dus gedeeltelijk toegankelijk wordt. Dank u wel. Nog een laatste vraag. Hans. Ja, een belangrijke vraag lijkt me, want dat speelt volgens mij op dit moment. En dat horen we van alle kanten. De vraag over de financiering. In hoeverre zit het nu met die private investering? Ja. Wij hebben, of ik moet eigenlijk zeggen, de minister van VWS heeft daar recent over gecommuniceerd richting het parlement, de Tweede Kamer. En die heeft aangegeven dat het op dit moment niet haalbaar is om private financiers aan het project te verbinden. En ze geeft ook aan in die brief dat daar redenen voor zijn die in de sfeer liggen van het risicoprofiel van het project. Private investeerders zijn geïnteresseerd in bepaalde risico's wel en bepaalde risico's niet. En de overheid trekt eigenlijk, dat betekent eigenlijk dat wij nu die private financiers niet aan ons kunnen verbinden. En dat betekent dat de overheid nog langer ons zal moeten financieren voordat dat mogelijk gaat worden. En dat maakt dat de overheid eigenlijk ook zegt, als wij langer moeten financieren, dan willen wij ook nadenken over de vraag of wij het helemaal willen financieren. En pas later tot een private onderneming, zeg maar, zouden willen komen. Nou, dat is de status. De overheid die zal daar op niet al te lange termijn een beslissing over nemen, is de verwachting. In ieder geval voor de korte termijn verdere financiering van Pallas, zodat we verder kunnen met deze mooie plannen. Maar dat is de status. Dank u wel voor uw antwoorden. Nu, in 2020 heeft Pallas grote stappen gezet. De Raad van State heeft het bestemmingsplan goedgekeurd voor Pallas. NRG en Pallas hebben samen een personele unie opgezet, waarin de directies en de Raad van Toezicht zijn samengevoegd. De gemeente Schagen heeft een bouwvergunning verleend voor het Nuclear Health Center. En de oude gebouwen zijn gesloopt om plaats te maken voor een bouwterrein voor de nieuwe gebouwen. Nu, in het volgende filmpje zie je de sloopwerkzaamheden van het laatste jaar.
Ondertussen bij ons aan tafel aangeschoven is architect Teun Spruit van het consortium IGOS. Welkom. Hallo. Om te beginnen, misschien meneer Van der Lucht, kunt u een korte introductie geven? Ja. Ik vind het echt heel leuk om nu wat meer toelichting te geven op de plannen waar we zoveel jaren aan het werk zijn. En dat we nu echt kunnen laten zien wat ons beeld is van hoe de faciliteiten eruit gaan zien. Voor de meeste direct betrokkenen is het plaatje wat we zien wel bekend. De luchtfoto's over wat er in Petten gebeurt, welke gebouwen er zijn. Eigenlijk bestaat het terrein, het industrieterrein in de duinen uit twee valleien, zou je kunnen zeggen. Zo wordt hier over gesproken, de Oostvallei en de Westvallei. We praten over een ontwikkeling die in de Oostvallei, dus het meest ver van de zee af, zou ik maar zeggen, het meest het land in gaan plaatsvinden. De bestaande infrastructuur, daar zullen vier nieuwe gebouwen worden gerealiseerd. En vanuit de zuidkant gerealiseerd, vanaf het terrein waar je terrein opkomt, is dat eerst een nieuw kantoorgebouw. Dat is een vervanging van een bestaand gebouw, laat ik zo nog even zien. En vervolgens een supportgebouw, zoals we het noemen. Dat ondersteunt alle logistieke handelingen die hier zullen plaatsvinden. Dan hebben we het reactorgebouw. Wat er niet als een reactor uitziet, maar wel de reactor bevat. En als laatste bouwen we het Nuclear Health Center. Dat is die faciliteit die zeg maar, de nabewerking doet van de bestraalde producten. Waarschijnlijk zal dat gebouw overigens als eerste gebouwd worden. We hebben toen we begonnen met de ontwerpwerkzaamheden natuurlijk heel veel nagedacht over wat de reactor zou moeten kunnen, technisch gezien. Maar we hebben ook met de ontwerpers gesproken over hoe het eruit zou moeten zien. Wat hebben we nou voor ideeën over waar de architecten zich door zouden moeten laten leiden? En als we dan de bestaande reactor zien, dan zien we daar het bekende koepeltje, wat altijd terugkeert als het over Petten gaat. En je ziet een hele serie kleinere gebouwen daaromheen die de reactor ondersteunen. En we hebben eigenlijk tegen de ontwerpers gezegd, we zouden heel graag willen dat de functies van die gebouwen in het gebouw van de reactor worden ondergebracht. Zodat er een beperkt aantal wat grotere gebouwen en volumes worden neergezet. En we eigenlijk niet al die kleinere gebouwen eromheen gaan zien. Dus proberen te concentreren. Dat is voor allerlei logistieke handelingen en bewegingen in het gebouw goed. Maar ook voor hoe het eruit ziet, betekent het veel. En we hebben gevraagd om, hoewel het in een industriegebied plaatsvindt, er niet alleen een industriële look aan te geven, maar het er ook nog een beetje goed uit te laten zien. Dus in een industriegebied waar je een fabriek bouwt, wordt het al gauw een betonnen kolos. En wij hebben gezegd, nou, we zouden toch heel graag een gebouw waar we 40, 60, misschien wel langer voordat het helemaal weg is, jaren tegenaan moeten kijken. Het zou goed zijn als dat ook goed zich presenteert. En ook dat de gebouwen die we bouwen in een bepaalde familie van gebouwen passen. Dus meerdere architecten zijn bij het traject betrokken. Dat die architecten ook die afstemming doen van hoe kunnen we hier nou een familie van gebouwen die bij elkaar horen van maken. Een van de stappen die we ook gezet hebben is, dat is het zogenaamd gebouw 15 op het terrein. Dat is een bestaand gebouw wat eigenlijk in de weg staat zeg maar, voor de ontwikkelingen. Dat is een kantoorgebouw voornamelijk en er zitten een paar wat meer technische faciliteiten in. Dat gebouw dat gaat weg en daar komt een nieuw kantoorgebouw voor. En de technische faciliteiten die brengen we onder in met name het Nuclear Health Center en nog in een ander gebouw. En dat is wat we hebben meegegeven als kader zeg maar, voor de architect. Inhoudelijk, technisch, maar ook waar onze wensen liggen. Daar hoort natuurlijk ook bij het traject waar we uitgebreid met de omgeving over hebben gesproken. Hoe passen deze gebouwen nou in de omgeving? Dus de landschappelijke inpassing. Vanuit omwonenden zijn er veel vragen over gesteld hoe we dat zouden kunnen doen. Er zijn uitgebreide dialoogsessies over geweest. En ik denk dat met wat we hebben gedaan dat daaraan voldoet. En we hebben gevraagd aan de architecten om na te denken over hoe onze, zeg maar, de kernwaarden van onze organisaties, hoe die in een ontwerp naar voren kunnen komen. Dus als wij zeggen zorg te hebben voor mens, patiënten, onze medewerkers, bezoekers. Hoe kun je dat nou zichtbaar maken in het ontwerp van de gebouwen? Welke mate van transparantie kun je dan betrachten in wat we doen? Ook dat soort onderwerpen hebben we uitgebreid met de architecten besproken.
en gevraagd om daar met voorstellen te komen die dat invullen. Nou, dat is eigenlijk mijn aftrap. Ik ben heel trots op wat er ligt. Ik ben blij dat we dat nu kunnen presenteren. Ik denk dat aan de verschillende randvoorwaarden door de architecten nu is voldaan. Ja, want we kunnen de ontwerpen natuurlijk ook in het architectuurboek zien, wat ook online staat. En meneer Spruit, ja. Uit het architectuurboek begrijp ik ook dat er echt heel veel inspiratie uit de omgeving komt. Ja, we hebben heel goed naar de omgeving gekeken. Want de Energy & Health Campus ligt natuurlijk in een heel bijzonder duingebied. En we hebben heel veel inspiratie daaruit weten te halen. Dus we hebben gekeken naar hoe verschillende landschappen van het strand, de duinen en de polder echt moeiteloos in elkaar overvloeien. En verder hebben we in de ontwerpen ook veel elementen, zoals de ruggen die je op het strand ziet bij Epp en de houten palen in de branding, de golfbrekers, die hebben we ook terug laten komen in de ontwerpen van de gebouwen. En om die gebouwen nog beter in de omgeving op te laten gaan, hebben we ze gemaakt van koele, diffuus weerspiegelende materialen. Zodat ze gedurende de dag en met, als het weer verandert, dat ze dan meekleuren met de kleur van het licht. Oké. En als ik zo naar die foto's kijk, dan zijn dat toch veel eenduidige vormen. Waarom is hiervoor gekozen? Ja, nou, we hebben gekozen voor eenduidige vormen. Omdat dan maak je een heldere structuur van de gebouwen. En zoals Herman al aangaf, was ook een wens om alle functies te combineren in die gebouwen. Zodat de rest van de ruimte leeg blijft en je gebouwvolumes maken die enige betekenis hebben qua omvang op het terrein. En je ziet op deze afbeelding ook heel goed wat het effect daarvan is. Want omdat we alles in die gebouwen gebundeld hebben, blijft de ruimte tussen de gebouwen open. En zo zijn de doorzichten richting de duinen en de natuur zijn gewaarborgd. En ook de horizon is zo weinig mogelijk onderbroken. En verder hebben we alle gebouwen ook één familie gemaakt door elk gebouw van een verticale gevelgeleding te voorzien. Maar omdat al die gebouwen een eigen specifieke functie hebben, is in de uitwerking hebben we wel elk gebouw zijn eigen ritme en kleur gegeven, zodat die verschillende karakters van die gebouwen ook goed tot uitdrukking komen. Dus je kan eigenlijk zien aan de materiaalkeuze van de gevel wat er achter gebeurt. Ja, wie goed naar de gevels kijkt, die zou eigenlijk aan de verschillende geveltypologieën kunnen zien wat voor functies daarachter zitten. Hier zie je bijvoorbeeld bij het kantoorgebouw op de bovenste twee verdiepingen dat wij heel veel glas hebben toegepast. En daar bevinden zich dan ook de werkplekken van de werknemers van Pallas. En op de onderste verdiepingen hebben we juist hele aardse en warme materialen zoals hout, beton en natuursteen toegepast. En dat geeft een beetje een warme, welkome sfeer. En hier bevinden zich dan ook de receptie en het bezoekerscentrum. En wat bijzonder is aan het kantoorgebouw is ook dat daar glazen louvres tegenaan zitten die richting de zon gedraaid zijn. En in die louvres zitten een soort transparante zonnecellen. En daardoor wordt er voor dit gebouw energie opgewekt. En anderzijds geven die louvres ook een beschaduwing op de gevel, zodat de warmtelast enorm naar beneden gaat. Oké, wauw. Dus nu heb je het uitgelegd voor het kantoorgebouw. Hoe zit het dan met bijvoorbeeld het supportgebouw? Ja, het supportgebouw, ook daar zie je heel duidelijk de verticale geleding terug. Maar dit is een juist heel introvert gebouw. En het staat ook stevig staat stevig in de grond. Het is dus ook, ziet het er inderdaad uit. En dat klopt ook bij de functies van het gebouw, omdat dit gebouw onderdeel uitmaakt van de beveiligingszone rondom het reactorgebouw. En als je naar dat supportgebouw toe loopt op het niveau van de terp, je komt dan van het kantoor af naar het supportgebouw, dan kom je eigenlijk binnen in een hele grote mooie vierde waaromheen alle functies zijn gegroepeerd. En die vierde die loopt naar boven toe, trapsgewijs wordt die steeds smaller en die haalt het licht binnen in dat introverte gebouw. Oké. Wat maakt nu de Pallas reactor zo speciaal vergeleken met de andere? Nou, zoals Herman al zei, Pallas heeft ons uitgedaagd om alle gebouwen zo transparant mogelijk te ontwikkelen. Om zo een connectie te maken tussen mens en natuur, tussen gebouw en landschap. En nu is vanwege veiligheidsoverwegingen en de functionaliteit van het gebouw, is die gevel eigenlijk heel erg gesloten.
En we hebben getracht die open te maken, eigenlijk met dezelfde ideeën over de verschillende geveltypologieën. Zo kun je hier op deze afbeelding duidelijk zien dat links en rechts perforaties in die gevel zitten. En daarin kun je eigenlijk zien dat hier de technische installaties zitten. En zo heb je van een gesloten gebouw eigenlijk ook een transparant gebouw gemaakt. En je ziet ook duidelijk dat de hemel naar boven toe steeds beter in de aluminium gevelpanelen wordt weerspiegeld. Die door hun gevouwen vormen en in verticale banen het licht steeds op een andere manier weerspiegelen. Laten we nu nog even inzoomen naar de landschappelijke inpassing. Want daar is ook veel aandacht voor geweest. Ja. Als je op de Zuiperzeedijk zou staan, wat misschien kan als de Energy and Health Campus open wordt, dan kijk je eigenlijk over het Pallasterrein heen. En dan zie je dat alle gebouwen met de kortste gevels naar de polder gericht zijn. En dat hebben we gedaan omdat zo de horizon maximaal open blijft en je eigenlijk heel goed tussen de gebouwen door kan kijken. Verder hebben we ook heel veel ruimte gegeven aan de flora en fauna op het terrein. En waar we die planten aan gaan vullen, daar gebruiken we alleen inheemse soorten. En zo heb je eigenlijk een moeiteloze overgang van natuur naar de open campusterrein van Pallas. Verder worden ook de meidoorn en duindoorn ingezet als aanvulling op de beveiliging rondom de Pallas-reactor. En dat geeft dat als je als medewerker van Pallas in de reactor werkt, dat je niet dat beklemmende gevoel krijgt van een besloten terrein. En als passant, dus de wandelaars uit Petten die later over het terrein kunnen lopen, heb je eigenlijk nauwelijks in de gaten dat er sprake is van een beveiligde zone. Oké, mooi. Nu hebben we ook aan de lijn Marco Visser, licensing manager. Laten we even testen of de lijn werkt. Marco, ben je daar? Ja, dag Sarah. Ik zie je en ik hoor je. En als er vragen zijn, dan hoor ik het graag. Hey, top. Nou, laten we dat meteen even checken. Hans, heb je nog vragen binnengekregen? Ja, Sanna, de vragen blijven binnenstromen. En ik denk dat we een serie vragen hebben die zeker aansluiten op wat Marco kan vertellen. Een paar vragen over duurzaamheid. Duurzaamheid, energiebesparing. Een vraag over het BREEAM-certificaat. En met name ook, het is eigenlijk een bundeling van vragen, het bouwen in het Natura 2000-gebied. Hoe gaat Pallas daarmee om? Marco. Dankjewel, Hans. Duurzaamheid, daar hebben we eigenlijk vanaf het begin af al veel aandacht aan besteed. In 2011 en ook in 2015 hebben wij met de bewoners in de omgeving gesproken over de landschappelijke inpassing en hoe de reactor eruit zou moeten komen te zien. En toen was er al sprake over van, goh, hoe gaan jullie om met de warmte die in het reactorgebouw vrijkomt? En daar hebben we serieus naar gekeken. In eerste instantie zijn we diep ingegaan over, kunnen we het koelwater gebruiken? En naar een uitgebreide studie door zowel Arcadis als ECN moesten we tot de conclusie komen dat het koelwater eigenlijk niet warm genoeg is en dat daar eigenlijk niet genoeg hitte in zit om goed te kunnen gebruiken. Maar er zit nog steeds wel veel warmte in het reactorgebouw. En dat reactorgebouw, om die warmte eruit te krijgen hebben we met de architecten een oplossing bedacht. En dat is door de warmte halen we uit door de HVAC-installatie. Dat staat voor Heating, Ventilation en Air Conditioning. En die warmte wordt eruit gehaald en vervolgens wordt die gebruikt om het kantoorgebouw en het supportgebouw te verwarmen. Dus op die manier doen we dat. En ik hoorde jou ook, Hans, zeggen over de vraag over BREEAM. Voor de mensen die daar wat minder bekend mee zijn, BREEAM is een bepaalde norm om aan te geven hoe duurzaam je ontwerp is. En daar zijn verschillende treders voor. En voor Pallas kunnen wij voor het kantoorgebouw kunnen wij het certificaat excellent halen. Dat is de ene hoogste. En de andere gebouwen worden daar allemaal op gebaseerd. Dus op die manier proberen wij zoveel mogelijk aan duurzaamheid te doen. En de volgende vraag was volgens mij over de natuur in de omgeving, als ik me niet goed heb. Ja, daar hebben we ook naar gekeken. Pallas doet voor zichzelf sinds 2012 elk drie jaar doen wij een uitgebreid natuuronderzoek. Dus we weten goed wat de stand van de natuur is in de omgeving. En we hebben in overleg met de terreinbeheerders hebben we ook aandacht besteed over hoe we de natuur
met de natuur omgaan tijdens de bouwfase. En hoe we straks de natuur weer gaan inrichten als de reactor en alle gebouwen gebouwd zijn. En een van de dingen die we met hun hebben afgesproken is dat we de natuur dezelfde waarde zullen teruggeven als we nu hebben, of eigenlijk liefst nog beter. Dus op die manier proberen wij ook goed met onze omgeving om te gaan. En natuurlijk blijven we elke 3 jaar onderzoek doen naar de stand van de natuur. Dank u wel. Misschien nog een volgende vraag, Hans? Ja, er komen inderdaad over het bouwen meerdere vragen binnen. En ja, begrijpelijk voor omwonenden. De vraag is, ja, hoe zit het met overlast? Blijft dat beperkt tot alles binnen het terrein? Gaan we daar buiten er iets van merken? Kunnen we daar wat over zeggen? Ik kan daar wel iets over zeggen. Op zich wordt er straks een bouwterrein ingericht op de campus. Dus dat blijft helemaal binnen de huidige grenzen van de campus. Het is de bedoeling dat er een aparte toerit komt vanaf de Westerduinweg tot de campus, zeg maar, waarbij het bouwverkeer wat nodig is toegang krijgt tot deze locatie. En ook het, laten we zeggen, parkeerterreinen die daarvoor nodig zijn, of parkeerbehoeften die daarvoor nodig zijn, die worden gebruikt binnen die contouren van het bouwterrein. Dat is het ene deel. En het andere deel kan Marco misschien iets beter aangeven, hoe we studies doen over hoe dat bouwverkeer op het terrein gaat komen. Marco. Ja, dankjewel Herman. Het klopt inderdaad. Als wij straks een bouwvergunning gaan aanvragen, dan moeten we ook verschillende dingen kunnen aantonen die te maken heeft met hinder voor de omgeving. Onder andere hebben we gekeken naar bijvoorbeeld verkeer. Je kan je voorstellen dat als er eenmaal gebouwd wordt, dat er ook veel bouwverkeer van en naar Pallas gaat. En we hebben verkeersstudies laten uitvoeren of de wegen in de omgeving voldoende geschikt zijn om dat bouwverkeer aan te kunnen. Nou, daar is uit naar voren gekomen dat bijvoorbeeld de zeeweg niet geschikt is, maar dat eigenlijk al het verkeer vooral afgewikkeld zal worden in de zuidelijke richting van de Westerduinweg. Dat is de meest geschikte route voor het verkeer. En we hebben natuurlijk ook gekeken naar geluid. Daar zijn allemaal geluidsnormen voor. Ook tijdens de bouwfase, wat eigenlijk de fase is die het meeste geluid produceert. Zelfs tijdens de bouwfase blijven wij onder de normen die ervoor zijn. En hetzelfde hebben we eigenlijk ook gedaan voor licht. Herman gaf het al aan, alle bouwactiviteiten vinden plaats op de Energy and Health Campus. En dus de lichtuitstraling naar de omgeving is niet heel. Goed, we hebben nog wel tijd voor een 2 of 3-tal vragen. Dus Hans, laat ze maar komen. Ja, over die gebouwen zelf inderdaad. Een vraag die ik eigenlijk even wil combineren. Misschien voor Teun. Hoogte van gebouwen en hoe daar vanaf de buitenkant, dus buiten de campus, tegen aangekeken kan worden. Is daar iets van te zien? Hans. De gebouwen zullen zeker enigszins te zien zijn vanuit de polder. Het nieuwe reactorgebouw wordt met 26 meter boven zeeniveau, is dat eigenlijk iets lager dan de koepel van de huidige hoge fluxreactor. Als je kijkt vanaf de Pettumerduinen, dan zul je de gevel van het kantoorgebouw zien. En daarachter zie je het reactorgebouw liggen. En staande bij de rotonde op de Westerduinweg zelf, zul je eerst net boven de Zijperzeedijk het Nuclear Health Center uitzien steken. En daarachter de donkere betonnen schoorsteen zie je het reactorgebouw liggen. En als je verderop in de polder staat bij het land van Fluwel, daar heb je eigenlijk het beste zicht op de vertrouwde koepel van de hoge fluxreactor, met vlak daarvoor het Nuclear Health Center. En als je kijkt tussen de windmolen op deze foto en de donkere schoorsteen, dan zie je daar de gevel van het reactorgebouw oplichten tegen de hemel. Dus je gaat het altijd wel een beetje zien, zo'n reactorgebouw. Maar we hebben alles op alles gezet om er een hele interessante aanvulling op de horizon van te maken. Dank u wel voor de toelichting. Nog een laatste vraag. Ja, als afsluiter van dit blokje, een vraag over de werkgelegenheid. Ik denk deze voor Herman. Hoeveel mensen komen er straks te werken?
Ja, dat zal een bepaalde piek gaan doormaken. Ik gaf al even aan dat er een periode zal zijn dat er 2 reactoren actief zullen zijn. En als de hoge fluxreactor wordt uitgezet, zal er daarna nog een heel ontmantelingstraject moeten plaatsvinden van de hoge fluxreactor, wat ook nog verschillende jaren zal duren. Dus tot ver in de jaren 30, zeg maar, zal er in eerste instantie een groei van de werkgelegenheid zijn om Pallas te realiseren, operationeel te krijgen, de HFR operationeel te houden, et cetera, et cetera. Pas ver in de jaren 30 zou er misschien een kleine reductie kunnen komen, omdat dan echt de oude reactor volledig verwijderd is. Maar eerlijk gezegd hopen wij dan dat we met onze aantrekkingskracht van wat wij kunnen, nieuwe bedrijvigheid ook weer naar petten kunnen halen. Voornamelijk vanaf klanten en ook voor het energieonderzoeksdeel op de site zou nieuwe bedrijvigheid dan mogelijk worden. Dus de huidige getallen die we hanteren zijn dat er nu zo'n 1600 werknemers zijn op de campus in zijn totaliteit. Niet alleen bij ons, maar bij alle partijen op de site. Dat zal de komende jaren eerder groeien dan dalen. Je krijgt natuurlijk de piek van de bouw, om maar even zo te zeggen. Bij de bouw zijn er honderden mensen tegelijk betrokken. Dus dat is in die zin extra werkgelegenheid, deels ook regionaal en lokaal. Verder zal het dus weer wat afnemen als de bouw klaar is en als de HFR is afgebroken. Maar dan zitten we ver in de jaren 30. Dat is het beeld. Dankjewel. Nu onderdeel van de familie van bedrijven is het Nuclear Health Center. Dit ontwerp is gemaakt door Broek Bakema. Kijk met me mee naar een bezoek bij Renze Evenhuis, architect in de Van Ellefabriek in Rotterdam. Renze Evenhuis is architect en associate partner bij architectenbureau Broek Bakema in Rotterdam. En verantwoordelijk voor het Nuclear Health Center ontwerp. Wat zo mooi is aan het Nuclear Health Center is dat hier isotopen verwerkt worden tot halffabrikaten en medicijnen, waarmee miljoenen mensen geholpen kunnen worden. Het Nuclear Health Center past als opdracht supergoed bij Broek Bakema, omdat wij in onze ontwerpen altijd de mens centraal stellen. Dat is zowel qua licht en daglicht naar binnen brengen, zoals we ook al bij onze allereerste opdracht voor de Van Ellefabriek hebben gedaan, als qua gezondheid voor de mensen. Als je bij het Health Center het gebouw binnenloopt bij de entree, zie je gelijk het productieproces. We hebben geprobeerd dit zo dicht mogelijk naar elkaar toe te brengen, zodat er een soort interactie ontstaat en dat je als bezoeker bijna onderdeel bent van het productieproces. Hier is een soort transparantie gecreëerd die niet alleen zorgt dat je ziet waar we trots op zijn, dus de productie van de medicijnen, maar ook dat de medewerkers een veilige, gezonde en open omgeving hebben. Het ontwerp van het Nuclear Health Center is uniek vanwege de interactie tussen de mens en het productieproces, maar ook vanwege de unieke locatie waarop het gevestigd is. We proberen de interactie met het mooie duinlandschap eromheen zowel vanuit het productieproces te doen, maar ook van de daarboven gelegen kantoren en laboratoria, waar je eigenlijk altijd een directe relatie hebt met het prachtige duinlandschap. Het Nuclear Health Center is een heel duurzaam gebouw doordat we het echt als een compacte vorm hebben gemaakt, waarbij we ook bijvoorbeeld het dak inzetten voor energieopwekking, maar ook voor waterbuffering. Daarnaast wordt een deel van het dak ook gebruikt als daktuin voor de kantoormedewerkers. Het Nuclear Health Center is als vorm een heel compact en rechthoekige vorm, passend bij alle gebouwen die op de campus geplaatst worden. En daarnaast hebben we ook een verticale geleding in de gevel gemaakt die helemaal rondom doorgetrokken is. En als je daar langs beweegt, verandert het blik telkens. Aan de ene kant weerspiegelt het de omgeving en als je er frontaal voor staat, is het gebouw in één keer helemaal transparant. Dit wordt verder nog benadrukt bij de entree, waar de verticale geleding helemaal omhoog getrokken is, zodat de warme entree zichtbaar is vanaf buiten. Het NHC zal naar verwachting over 3 jaar vol in productie zijn. Er zullen dan op grote schaal bestraalde grondstoffen tot halfproduct en medicijnen worden verwerkt en verpakt voor de farmacie. Bij ons aangeschoven is Jan van der Marel, verantwoordelijk voor het technisch ontwerp van de Pallas-reactor. Welkom. Dank je. Nu, het is best speciaal dat er een reactor wordt gebouwd in Nederland. De HFR is al 60 jaar geleden gebouwd. Waar komt de expertise vandaan? Ja, dat klopt. Het is heel bijzonder om een nucleaire reactor in Nederland te bouwen. Na de HFR is de centrale in Borssele nog gebouwd, maar dat was ook jaren 70 natuurlijk. Dus dat is lang geleden, die expertise bestaat er niet meer in één organisatie. Dus dat is eigenlijk
Pallas-organisatie die we opbouwen om dat te realiseren, wordt ook specifiek voor dit project opgebouwd met experts uit verschillende industrieën. Voor een groot deel natuurlijk ook uit de nucleaire industrie. En uit de hele wereld eigenlijk. Dus het is een team van, ja, voor een deel Nederlandse mensen, maar zeker even groot deel aan buitenlandse experts die, zeg maar, in het team van Pallas werken. Dat is het kernteam van Pallas. En daaromheen zijn een aantal service providers, partijen die de Pallas ondersteunen op specifieke expertisegebieden. Of om pieken in de werkbelasting natuurlijk aan te kunnen. Dus dan moet je denken aan Arcadis voor vergunningen bijvoorbeeld. Capgemini voor IT-aspecten. Tractebel, wat een groot nucleair ingenieursbureau is met veel nucleaire kennis vanuit België. En een hele belangrijke partij voor ons daarbij is ook NRG. Die echt Pallas ondersteunt op vele terreinen als het gaat over het ontwerp op het gebied van de productie van isotopen, van het bedrijf voeren van zo'n reactor, onderhouden van zo'n reactor, hoe om te gaan met radioactieve afvalstromen, ook veiligheidsanalyses die uitgevoerd moeten worden. Dus dat is eigenlijk dan de bredere Pallas-organisatie, zeg maar. En daarnaast hebben we een contract met een Argentijnse ontwerper. Van onze reactor, van de Pallas reactor. Dat is de partij eigenlijk met de meeste naam en faam internationaal op dit gebied. Die hebben heel veel ervaring met het ontwerpen van specifiek dit type reactoren. Herman heeft net al uitgelegd, het is niet een elektriciteitscentrale, maar een heel specifieke type reactor om deze isotopen te kunnen produceren. En ze hebben ook het ontwerp gedaan en de bouw gedaan van een vergelijkbare reactor, een zusterreactor zou je kunnen zeggen, die in Australië staat. Dus die partij heeft daar heel veel ervaring mee en die maakt voor ons het ontwerpje. En hoe zit het met de veiligheid? En wat is daarin dan de rol van de ANVS, de Autoriteit van Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, en het internationale IAEA? Ja. Het bouwen van en het bedrijfsvoeren van een nucleaire reactor brengt heel veel verantwoordelijkheid met zich mee op het gebied van veiligheid. De veiligheidsstandaarden in Nederland zijn heel erg hoog. Die zijn ook heel modern. Dus die zijn helemaal up-to-date met de laatste ontwikkelingen. Dat geldt eigenlijk ook voor de veiligheidsstandaarden die vanuit de IAEA worden opgelegd. Dus we hebben het ontwerp wat aan al die veiligheidseisen voldoet. En dat zijn generieke eisen, zou je kunnen zeggen. En daarnaast is het ontwerp helemaal zodanig bestand tegen alle lokale aspecten die hier op kunnen treden. Dus bijvoorbeeld overstromingen, waarbij rekening wordt gehouden met, nou ja, het niveau is al, van de reactor is al het niveau wat eens in de 10.000 jaar kan optreden met de reactor. Maar binnen de faciliteiten zijn dan weer zodanige barrières opgebouwd dat de essentiële elementen, zeg maar, bestand zijn tegen een overstroming die eens in een miljoen jaar kan optreden. We hebben boringen tot 400 meter diep in de grond gedaan om die grond maar tot in heel veel detail in kaart te brengen om daar, zeg maar, het juiste ontwerp op te kunnen bouwen. Stormen, eigenlijk alle, ja, bedreigingen van buitenaf. Vliegtuigval is daar ook een voorbeeld van, waar gewoon het ontwerp van de reactor tegen bestand is. Dat alles is, ik wou bijna samengevat zeggen, maar dat is niet het juiste, wordt bijeengebracht in een document van 2500 pagina's. Het zogenaamde PESAR-rapport, dat is aan de ANVS overhandigd vorig jaar maart. En daar zijn we nu samen met de ANVS, zeg maar, in detail doorheen aan het gaan. En dat document beschrijft in heel veel detail hoe het ontwerp zodanig is gerealiseerd dat het, zeg maar, dat veiligheidsniveau haalt. En daarnaast ook hoe wij zeker stellen dat we, nou, dat wat we ontworpen hebben ook zo bouwen uiteindelijk. En dat wat uiteindelijk zo gebouwd is ook door een organisatie bedreven wordt die ook in staat is om dat op een goede en veilige manier te doen. Dus het bekijkt meerdere aspecten dan alleen het ontwerp. En die gesprekken met die ANVS die zijn gaande. Die hebben vanzelfsprekend daar vragen en opmerkingen over. En wij zijn daar, nou ja, samen met de ontwerpen mee bezig om daar de antwoorden op te geven. En dat zal uiteindelijk leiden dan tot een vergunningsaanvraag die ingediend gaat worden. Dank u wel. En hoe wordt de reactor dan gekoeld, de Pallas-reactor? Ja, dus het koelwater van de Pallas-reactor komt van het Noord-Holland-kanaal. Daar wordt een nieuwe inlaatstation gebouwd, inlaatfaciliteit gebouwd. Van daaruit zal er middels een boring door de diepere grondlagen, moet je aan 20, 30 meter diep denken, via een directe boring van daaruit naar de
de locatie hier een pijplijn worden geboord. Daarmee wordt dus het water door die pijplijn geperst, zeg maar, om dan vervolgens als koelmedium dienst te doen. En van daaruit gaat de pijplijn, een nieuwe pijplijn, de Noordzee in, om in de Noordzee de warmte te lozen. Alleen de warmte, niets van radioactiviteit. Dat is zoals de HVR het nu feitelijk ook doet. Ja. Oké. Okay. Nou, dankjewel om in ieder geval mijn vragen al te beantwoorden. Ik kan geloven dat de kijkers ook vragen hebben. Hans. Ja, Sanne, zeker. Een vraag die verder ingaat op de veiligheidsrisico's. Dus ik denk een vraag van Jan in dit geval. Jan noemde een aantal zaken over de veiligheid. Maar met name ook betrekking tot de gezondheidsrisico's. Is daar nog specifiek wat over te zeggen? Ja, dat is zeker een aspect wat in de regelgeving en in ons ontwerp heel erg mee wordt genomen. Eigenlijk in twee aspecten. In eerste instantie voor de mensen die werken in de faciliteit. Dus daar wordt nu in het ontwerp al heel erg gekeken naar wat voor activiteit voeren die mensen uit binnen de installatie. Welke stromen van producten gaan er doorheen. En wat betekent dat voor de stralingsdosis die mensen daar oplopen. En die voldoen ruimschoots aan alle eisen die daarvoor zijn. Daar zitten we zeker een factor 10 lager dan wat de wettelijke eisen zijn in de streefwaarde. En eigenlijk naar de omgeving gelden die eisen in nog veel strengere mate. En daar voldoen we aan alle eisen die daarvoor stellen. Dus daar wordt er gekeken naar, zoals dat zo mooi heet, de dosis op de terreingrens. En die berekeningen worden ook in detail uitgevoerd. En dat is een belangrijk onderdeel van het hele vergunningtraject. Okay. Een tweede vraag, Hans? Ja, er zijn meerdere technische vragen. En ik denk hier een interessante. Een van de kijkers geeft als voorbeeld dat in Noorwegen men een reactor optimaal in de omgeving geïntegreerd heeft. Namelijk, dat heeft men daar in een rots gebouwd. Waarom is men petten niet in of onder het duin gaan bouwen? Dat is niet helemaal waar. We zien deze gebouwen hier en feitelijk is het zo dat daar waar je het reactorgebouw ziet, daar zien we de 26 meter die er bovenuit steekt, maar ook 20 meter is de reactor in de grond gebouwd. Dus de uiteindelijke, de kern zeg maar, die bevindt zich onder het maaiveldniveau. En ja, dat is uiteindelijk natuurlijk een optimalisatie, maar ook zijn daar veiligheidsaspecten aan. Dat het niet per se optimaal is om hem dan vervolgens helemaal onder de grond te bouwen. Uiteindelijk is dat natuurlijk een balans. Hè? Als je dieper de grond ingaat, dan heb je belangenbehartigers die belangen hebben bij het niet verstoren van de waterstromen bijvoorbeeld ondergronds. En als je dieper de grond in gaat, dan wordt het moeilijker om te voldoen aan eisen op het terrein van overstromingen, tsunamis en de hoogte van de ingang in de gebouwen, et cetera. Dus daar zijn, ja, dat is in die zin een balanceren tussen de belangen van de verschillende partijen, inclusief onszelf. Hè, van hoe we het uiteindelijk kunnen ontwerpen waardoor het kan, alle eisen combineren. Oké, ik hoop dat dat de vraag beantwoordt. Hans, ga maar verder. Zijn er nog vragen? Jazeker. Het uitfaseren, of de mooi woord, de decommissioning van de HVR. Ik denk dat dat een vraag voor Hermin is. Hoe staat het daarmee en hebben we daar enig zicht op? Ja, wij gaan daar feitelijk niet over. Ook NRG gaat daar feitelijk niet over, omdat de reactor van de Europese Commissie is. Er wordt weliswaar door NRG gebruikt, maar het eigenaarschap rust bij de Europese Commissie. Dus de Europese Commissie heeft de verplichting om, als die straks niet meer gebruikt wordt, ook de reactor te ontmantelen. En daar bestaat hoe dichter bij de ontmanteling komt, hoe beter het ontmantelingsplan gedetailleerd moet zijn. Dat is net, ik meen vorig jaar of 2 jaar geleden, is dat hele ontmantelingsplan geactualiseerd. Dus er ligt een heel actueel plan voor als het zover is wat er moet gebeuren. De Europese Commissie moet daar ook de financiering voor regelen. Dat wordt ook gecontroleerd door de overheid, ANVS, of dat gebeurt. Dus laten we zeggen, de plannen liggen er. Als het zover is, kan dat in uitvoering worden genomen. Maar het is de taak van de huidige eigenaar van de reactor, zijnde de Europese Commissie. Oké. Hans, een volgende vraag. Ja, die staat daar wel een beetje op aan, denk ik. Dat betreft met name de omgang met nucleair afval en de afvoer daarvan. Ja. Ja, daarover het volgende. Kijk, op dit moment is er op de locatie in Petten een
reguliere afvalstroom van wat uit de productie voortkomt. En daarop rust de verplichting om dat zo snel mogelijk in Vlissingen bij de centrale opslag voor radioactief afval te bezorgen. En dat is straks ongewijzigd. Dus ook straks zullen wij met het afval wat we produceren de verplichting hebben vanuit de vergunning, vanuit de wet, om het afval wat we produceren zo snel mogelijk in bij de COVRA, de centrale opslag in Vlissingen, te bezorgen. Daar moeten ook op de locatie hier in Petten een aantal faciliteiten voor zijn om dat te verpakken en deels ook tijdelijk op te slaan, want je mag het niet, sommige dingen mag je niet gelijk transporteren. Die faciliteiten zijn er al en die worden ook straks nog gebruikt. Dus daar worden geen nieuwe faciliteiten voor gebouwd, daar worden de bestaande faciliteiten voor hergebruikt voor de reguliere afvalstromen. Dus er zal geen nieuw langdurige opslag op de locatie in Petten plaatsvinden. De verplichting is om het in Vlissingen te bezorgen. Goed, nog een laatste vraag. Ja, er zijn meerdere vragen. De interesse is zodanig dat we het niet, helaas niet allemaal nu kunnen beantwoorden. Maar we gaan daar verder op terugkomen. Maar ik denk nu nog wel een belangrijke. Wat wordt er los van het koelwater in zee nog meer boven en ondergronds geloosd? En eigenlijk in combinatie daarmee, waar gaat die pijpleiding lopen? Waar gaat de pijpleiding lopen? Ja, als je me vraagt precies onder wiens land die dat doorgaat, dan moet ik je het antwoord daarop helaas verschuldigd blijven. Dat is in feite een directe pijpleiding van het koelwater van het Noord-Holland-kanaal naar de locatie en vervolgens van de locatie naar zee. Dat zijn geboorde leidingen, zijn dat. Dus die gaan worden eigenlijk alleen op begin- en eindpunt merk je daar wat van, dat die leiding aangelegd wordt. En de andere deel wat de vraag was, wat er verder naar de lucht wordt uitgestoten, dat is in feite de wat via de schoorsteen naar buiten gaat vanuit het ventilatiesysteem. Dus dat is eigenlijk de luchtverversing binnen de gebouwen en binnen het reactorgebouw. En ook daarvoor gelden de strenge eisen en wetgeving ten aanzien van wat daarin mag zitten. Dus dat is wat uit de luchtverversingssystemen komt. Ja. Dank jullie wel voor deze toelichting. Nu, de nieuwe kantoren en faciliteiten zullen fungeren als een katalysator voor de bedrijvigheid op de Energy and Health Campus. Start-ups, kennis- en onderwijsinstellingen zullen wellicht geïnteresseerd zijn om zich te vestigen in Petten. Wethouder Jelle Beemsterboer is in ieder geval al heel trots op de mensen uit zijn regio. Hij heeft ambitie, wil voor het CDA de Tweede Kamer in, maar bij de gemeente Schagen ligt zijn hart. Wethouder Jelle Beemsterboer ziet kansen en gelooft in de toekomst van de Energy and Health Campus. De Energy and Health Campus is heel belangrijk voor de gemeente Schagen, omdat daar hoogwaardige werkgelegenheid is. Er zijn 1600 mensen, vooral in wetenschappelijke functies, met onderzoek, met produceren van medicijnen, met nieuwe duurzame toekomst bezig. En dat zorgt ervoor dat er heel veel mee samenhangt. Dus die mensen wonen in onze gemeenschap, zijn actief in het verenigingsleven. Die maken eigenlijk wie wij met z'n allen een beetje zijn, samen met al die andere bedrijven en werkgevers hier in dit gebied. Maar het is gewoon een ontzettend belangrijke kennishub, zeg maar, van onze regio, de campus. De Energy and Health Campus is een aantrekkelijke werkomgeving op een inspirerende locatie die zichtbaar is, mensen met elkaar verbindt en bedrijvigheid en innovatie faciliteert. De campus biedt werkgelegenheid aan ruim 1600 mensen in de kop van Noord-Holland en aan een veelvoud hiervan in de keten. Niet alleen ik ben er heel trots op, maar ik denk ook onze samenleving is er heel trots op wat er gebeurt in Petten. Dat er medicijnen worden gemaakt waar 1/3 van alle diagnose en behandeling aan met name ziektes als kanker gedaan wordt. Want dat is iets waar we met z'n allen tegen willen strijden. En dat er ook nog onderzoek wordt gedaan naar nieuwe medicijnen, zodat je over 20 jaar misschien kunt genezen waar je nu aan zou overlijden. Ja, je kan niet anders dan trots zijn op dat. Met deze mooie woorden van Jelle Beemsterboer zijn we weer aan het einde gekomen van onze webinar. Nog een laatste vraag aan u, meneer Van der Lucht. Als wij hier nu zo zitten over 10 jaar... hoe ziet de Energy and Health Campus er dan uit? Ja. Ik hoop dat de campus dan een hele nieuwe, moderne, frisse uitstraling heeft. Dat er een aantal aantrekkelijke gebouwen staan... hè, die met elkaar de functie kunnen vervullen die voor de farmaceutische industrie, voor de patiënten nodig zijn.
Ik hoop ook dat het een hele aantrekkelijke campus is voor werknemers om er te werken. Het is een prachtige omgeving om in te werken. En ik hoop dat het aantrekkelijk is voor kenniswerkers en farmaceutische klanten, zeg maar, die de producten afnemen om zich hier te vestigen. En ik hoop ook dat de campus in zijn geheel, zeg maar, daar een impuls van krijgt. Onder andere door het gedeeltelijk gaan openstellen van die campus, toegankelijker maken. Dat is wel echt mijn droom, zeg maar, over 10 jaar dat gerealiseerd is. En in de tussentijd hoop ik dat in de komende 10 jaar, zeg maar, de bewoners op de campus, die daar veel werken, maar ook de bewoners in de omgeving, een mooi traject gerealiseerd gaan worden. Het is een enorme investering die hier gedaan gaat worden. En ik hoop dat ze er trots op zullen zijn dat over 10 jaar hier gerealiseerd is. Nou, dankjewel voor dit mooie laatste antwoord. Ik wil u en mijn andere tafelgasten bedanken om bij mij aan tafel te zitten en hier even over te praten en natuurlijk de vragen van onze kijkers te beantwoorden. Ik wil ook Hans bedanken om een fantastische sidekick te zijn en de kijkers om zoveel vragen door te sturen. Indien jullie vragen niet zijn beantwoord in dit programma, zal Pallas nog antwoorden na het programma en dus ingaan op jullie vragen. Alle vragen zullen beantwoord worden. Indien jullie nog vragen hebben na het programma, kan je deze doorsturen naar het onderstaande e-mailadres. En dat was het dan weer voor vandaag. Dus hartelijk dank en tot ziens.